De laatste keer dat ik keek was gisteravond. Toen waren we net de 1000 gepasseerd. Dus dat is een mooi bedrag. En ja, ik doe mee met de run van Twente tegen kanker. Ook omdat ik er wel, wel dichtbij ben gekomen bij de ziekte de afgelopen jaar. Dus ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. En werkzaam bij sportbedrijf Almelo, dus automatisch ook wel sportminded. Dus dat hardlopen, dat komt wel goed. Ja, het afgelopen jaar 2022 en het einde van 2021 hadden we wel iets anders voorgesteld, moet ik zeggen. Eind 2021 werden we geconfronteerd met een belletje waarin ik te horen kreeg dat mijn zus een hersentumor heeft. Ja, en dat hakte er wel in, zeg maar. Dus het is ook wel een hersentumor die niet te verwijderen is. Dus ze blijft voor haar hele leven. Blijft ze ziek en ze zit nu in een behandeltraject waarin nu de chemo's plaatsvinden. Ja, en dan merk je aan alles dat heel veel invloed heeft op haar, maar ook wel op gezin en familie. Ja, en zo komt dat in één keer heel dichtbij en dan wil je daar heel graag wel iets voor doen. En het kwam nog dichterbij toen we afgelopen, ik denk 3-4 maanden geleden bij mijn vriendin zeg maar een uitstrijkje werd gedaan voor baarmoederhalskanker, omdat ze net 30 was. En daar hadden we ook de pech dat we daar als een van de weinigen uit gekozen waren die een vervolgonderzoek moesten. En dan bleek dat het toch al aardig missenboel was. Dus daar was ook een operatie noodzakelijk om het weg te halen. Dus op twee manieren is het afgelopen jaar wel heel dichtbij gekomen. En, dat heeft wel impact gehad, zeg maar, waardoor zo'n run wat nu georganiseerd wordt, daar doe je dan heel graag aan mee om de stichting van een mooie donatie te voorzien.